gehad waarin veel mensen met een beperking werken. Dit samenverband gebeurt al 14 jaar. En alle opbrengsten van de haringverkoop gaat naar de rozerie, waar ze zelf iets leuks mee kunnen gaan doen. De haringproeverij is één keer in het jaar en dat is eigenlijk altijd een feestje. Alleen voor de cliënten is het soms wat lastig, want het gaat niet zoals het elke dag gaat. Want normaal starten we op om 9:30 met koffie en gaat de lunchroom om 10:00 open. Maar nu, als ze nu binnenkomen, dan gaan ze eerst aan het werk en gaan we om 10:00 even koffie drinken. En dan om 10:30 worden alle instructies uitgelegd. Wordt gezegd wie de eerste haring gaat happen, wie de eerste haring uit mag reiken. En dat geeft wel een beetje spanning, maar dan praten we er even rustig over. En dan om 11:00 gaan we met z'n allen naar buiten toe. En dan wordt er meestal een welkomstwoord gedaan. Dan wordt de eerste haring uitgereikt en dan wordt het feestje gevierd en proeven ze allemaal. En dan gaan we ze natuurlijk verkopen voor het goede doel. Hier super goed. De meeste komen hier langs. Het is heel fijn om hier haring te verkopen en ze ook te helpen. En we hopen wel dat ze bij ons nog in de rozerie nog verder komen om nog een broodje te eten of koffie te drinken. Super leuk.